Ik zat te kijken naar die persconferentie. Ik vroeg me af, wat is nou eigenlijk de boodschap van het kabinet? Ik zal niet beweren dat het makkelijk is, iedere keer daar weer gaan staan. Maar dit was wel een ingewikkelde, want eigenlijk was de boodschap, het gaat slecht en we doen niks. En dat is al vaker geprobeerd en dat pakte meestal niet zo goed uit. En ik ben bang dat dat nu ook het geval is. Het gaat slecht en we doen niks en misschien dat het over een paar weken beter gaat. Maar dat heeft gevolgen. Dat heeft gevolgen omdat heel veel gevraagd wordt van zorgmedewerkers die nog moe zijn. Time had ze geportretteerd als Person of the Year. Jullie hebben die foto misschien gezien. Je ziet de strepen van de maskers. Maar je ziet vooral de blikken van zorgmedewerkers die heel veel verdriet hebben gezien. En dat beroep blijven we doen. En als je nu niks doet, dan weet je dat dat nog weken, maanden doorgaat. Hele grote gevolgen ook voor mensen zelf die ziek worden. En intussen kennen we allemaal te veel voorbeelden van mensen die daar langdurige gevolgen van ondervinden. Of die iemand verloren hebben. Hele grote gevolgen voor het uitstellen van de gewone zorg voor andere mensen. Net zo ingrijpend. Net zo heftig. Het was een van de doelen van het kabinet om dat te voorkomen. Maar door nu niks te doen, accepteer je dat dat zo blijft. En hele grote gevolgen voor de levens van mensen die niet met de ziekte te maken krijgen, maar die met de economische gevolgen moeten dealen. En dan wordt het een soort Groundhog Day. Iedere keer opnieuw de cijfers, de berichten, maar er verandert niks. En waarom zouden we dat eigenlijk accepteren? Uiteindelijk is het een keuze van het kabinet om dit zo te doen en ook een verantwoordelijkheid. En die keuze heeft consequenties. En volgens mij moet het anders en kan het ook anders. En zouden we daarover moeten praten? En de vraag is bijvoorbeeld, waarom heeft het kabinet niet aan het Outbreak Management Team gevraagd wat er nodig zou zijn als je wel sneller het aantal besmettingen omlaag zou willen brengen? Ik heb gezien, er is gevraagd, als we nou dit versoepelen en dat verstrengen, wat gebeurt er dan? Maar is er gevraagd, is er gediscussieerd over de mogelijkheid om toch, nu het verkeerd gaat, in te grijpen en al die ellende te voorkomen? En dat is ook een wens van deze Kamer. Mevrouw Marijnissen noemde het, dat is een voorstel van haar en mij samen. Zorg dat je naar zo min mogelijk besmettingen gaat, want dan heb je niet dat uitspelen tegen elkaar van sectoren. En dan is er een veilige opening mogelijk voor en horeca, en theaters, en evenementen. En ja, zei het kabinet, mensen worden er moe van, maar het is ook de wanhoop over het niet meer begrijpen welke afweging er wordt gemaakt. En ik vind, je moet altijd openstaan voor die afweging, dus ik vraag het aan het kabinet ook. Maar als het in maart een intelligente lockdown was, hoe typeer je dan het sluiten van de bibliotheek 2 weken en die mensenmassa's naar Black Friday? En hoe kwalificeer je dan het geruzie over onderling, ja, maar jij zou er wat aan doen, jij zou er wat aan doen. Uiteindelijk is het kabinet toch verantwoordelijk? Kom op, jongens. Als daar nu het OMT van zegt, we maken ons daar zorgen over en je weet dat volgende week mensen hun kerstinkoop gaan doen, wat gaat het kabinet dan doen om te voorkomen dat dat weer een nieuwe piek wordt? Daar bent u verantwoordelijk voor. Samen met anderen zeker, maar u bent er verantwoordelijk voor. Je bent niet een amateur schaatscoach, je bent het kabinet in een grote crisis. En voorzitter, dat onbegrijpelijke, dat steekt, dat doet pijn. En het is door veel collega's genoemd. Ik vond het voorbeeld van een kroeg die IKEA boven de deur had gehangen. En zei, ja, dan mogen ze wel naar binnen. We hebben desnoods een ballenbak voor mensen die komen. Hilarisch als het niet zo triest was. En ik wil echt niet meedoen aan het afzetten van de ene sector tegen de ander. Maar er is wel meer nodig om zeker die ondernemers, die theatermakers mee te nemen in de keuzes die gemaakt worden. Want zoals het nu is, en we hebben van Dissel gehoord, worden die sectoren gewoon opgeofferd. Voor onbepaalde tijd. Door nu niks te doen bij deze besmettingen, zeg je. Het duurt tot januari, het duurt tot februari, het duurt tot iedereen gevaccineerd is. Dat is niet fair. Want ik wil het hebben over de gevolgen voor de economie. En daar hebben we een nieuwe brief over gekregen. En ik ben blij dat het steunpakket niet wordt versoberd, dat het niet wordt afgeknepen, maar dat het wordt verlengd. Dat lijkt mij verstandig. Maar ik ben wel benieuwd of het nu toereikend is. En zeker die tegemoetkoming in de vaste lasten, waarvan minister Wiebes zei, ja, dan moet je een beroep doen op anderen in de keten. Maar ook die brouwer, ook die huisbaas, die lijdt pijn. Dus ik zou het kabinet willen vragen, moet je niet een hogere tegemoetkomen? 2, wij hebben in de zomer afspraken gemaakt over een werkgarantie. Help mensen wiens werk verloren gaat aan een andere baan.
Ik hoor daar te weinig over. Kunnen we nu afspreken dat dat gaat gebeuren vanaf 1 januari? 3. We hebben gepleit voor crisisbanen, die heten nu coronabanen. Ja, daar moet je nu gebruik van maken. En er zijn geweldige voorbeelden van te bedenken. Bied gemeente aan om mensen in dienst te nemen als BOA. Bijvoorbeeld om de winkelstraten veilig en rustig te houden. En betaal dat voor ze. En zorg dat je daarmee mensen een baan geeft. Bied studenten aan die hun bijbaan kwijt zijn om kinderen bij te scholen die achter zijn geraakt. En betaal ze daarvoor. Neem mensen aan die gaan helpen bij het vaccineren. Want ik deel de zorg van Klaver en Jette dat er straks niet een personeelsprobleem moet zijn als we gaan vaccineren, waardoor testen weer onder druk komt. Maak dus gebruik van die mogelijkheden en schiet op met die crisisbanen, juist om mensen te hulp te schieten. Tot slot, voorzitter. Ik snap dat het kabinet moe is, maar ik vind het zelf ongelooflijk. Ik zoek nu even een net woord, dat heb ik nu even niet paraat. Ik vind het geen gezicht dat er geruzied wordt in het kabinet, dat er anoniem over elkaar wordt gescholden, dat mensen naar de krant lopen om te zeggen, ja, ik kom wel op voor de horeca. Ik vond dat Jette zich daar schuldig aan maakte, daar heb ik hem net op aangesproken. Maar ik spreek nog meer het kabinet daarop aan. Ik vind dat echt niet goed. En ik zou het kabinet willen vragen, behandel dit nou niet als een coalitieprobleem, maar dat is ook een aanbod. Werk samen met de Partij van de Arbeid en andere coalitiepartijen, oppositiepartijen, om te zorgen voor een betere strategie. En dat betekent dat als we nu het OMT vragen om met een ander advies te komen, hoe zou je het sneller omlaag kunnen brengen, dat ik bereid ben om daar steun aan uit te spreken. Want dan krijg je een perspectief, dan kan je een strategie bouwen waarbij je zegt de combinatie van testen, vaccineren, maar ook betere naleving. Ik heb niet gezien dat het kabinet aan de slag is gegaan met de motie van ons en D66 om de scholen beter te helpen, terwijl daar de besmettingen rondtieren. Ik heb niet gezien dat het kabinet wat heeft gedaan met die motie van Marijnissen en mij om op het aantal besmettingen te sturen. Ik wil aanbieden om te helpen. Dit is een nationale crisis. Ik denk dat grote meerderheden in deze Kamer te vinden zijn om te zeggen, laten we alsjeblieft Nederland sneller uit die nachtmerrie halen in plaats van een eindeloze Groundhog Day. Dank u wel.